Hallo lieve kindjes, daar ben ik weer. We gaan weer een verhaaltje voorlezen. Een ander verhaaltje van Balotje. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we de kaars aanblazen. Het verhaaltje aanblazen. Komen jullie dichterbij? Dan gaan we blazen bij drie. 1, 2, 3. Blazen. Het verhaaltje gaat beginnen. In de wei van oom Ben staat een paard. Een lief paard met lange manen. Elke dag brengt Balotje het paard een appel en soms een kusje op zijn neus. Het paard staat daar maar in de wei. Iedere dag maar weer, denkt Balotje. Het wil vast wel eens iets anders, iets meer, iets van de wereld zien. En op deze mooie ochtend klimt Balotje op het paard. Het mag eigenlijk niet van oom Ben, maar hij is er toch niet. Hij is op stap met papa. En nu ga ik ook op stap, denkt Balotje, met het paard. Ze komen langs de hoge bomen. En de dijk. En het huis van oma. Hier speel ik altijd, zegt Balotje trots. Maar het paard kijkt niet op of om. Je hoeft niet bang te zijn hoor, zegt Balotje. Ik weet hier de weg. Kijk, daar woon ik. Samen met papa, mama en de poes. Balotje zou wel even naar binnen willen voor een boterham of een lekker koekje. Maar dat kan niet. Want ze moet het paard nog een heleboel laten zien. Ze gaan de kant op van de rivier. Er vaart een boot voorbij. De mensen zwaaien. Maar dag, mensen. Balotje zwaait ook. Tot ze de boot niet meer ziet. Dat was leuk, zegt ze. En nu gaan we weer terug naar huis. Maar het paard loopt verder en verder. De brug over. Hier mag ik helemaal niet komen, roept Balotje. Er raast een trein voorbij. Het paard hinnikt en steigert. Hij slaat met zijn staart. Balotje schrikt en valt bijna. Ze kan zich nog net vasthouden. Het paard loopt steeds verder en verder. Balotje denkt aan papa en mama. En aan haar beertje. En aan de poes. Aan oma. En aan oom Ben. Balotje wil dapper zijn. Ze besluit om niet te gaan huilen. En dan ineens stopt het paard. Hij begint te eten met Balotje op zijn rug. Hier ben ik nog nooit geweest, denkt Balotje. Wat is het hier stil? Ze hoort alleen maar het paard dat eet. En een vogel die fluit. Dan ineens hoort Balotje toet toet. Een auto die komt aanrijden. Het lijkt wel de auto van papa. Balotje kan het bijna niet geloven. Het is papa met oom Ben. Kijk, daar zitten ze. Papa en oom Ben. Gelukkig. Papa tilt Balotje van het paard. Wat doet mijn lieve kleine meisje hier? Vraagt hij. Ik wil naar huis, zegt Balotje zacht. Iedereen is blij dat Balotje weer thuis is. En Balotje zelf ook. Op stap gaan is leuk. Maar weer naar huis gaan is nog veel fijner. En dan brengt het paard haar naar bed. Het... Papa baart.
gaan we het verhaaltje uitblazen. Kom maar weer dichterbij. Gaan we tellen tot drie. 1, 2, 3. Tot de volgende keer.